Gisteren kreeg Pieter Derks op ongeveer precies deze plek een kleine vier minuten om een stukje propaganda te bedrijven. Zijn idee is om het jaar 2020 in zijn geheel af te schrijven. En het vanaf 1 januari helemaal opnieuw te doen. Of, of, of overnieuw, dat weet ik nooit. Ik heb de reactie niet opgenomen. Opnieuw. Maar het is wel weer. Typisch een idee dat alleen bij Derks kan ontstaan. Ergens in dat linkse bolwerk dat Nijmegen nou eenmaal is. Moskou aan de Waal of Peking aan de Rijn of Arnhem aan de overkant, u weet wel. En verder vind ik dat hij een vreselijke stem heeft en echt lelijk is. En de keuken waar hij zat zag er ook niet uit. En bij de NPO trekt hij kruiwagens vol met geld naar binnen. Maar goed, verder had Pieter wel een punt natuurlijk. Als we zo in bijna lockdown zijn en constant anderhalf meter van elkaar en elkander moeten aanhouden. Als bijna alle leuke dingen die we wilden doen of bijwonen afgelast zijn. Als het nieuws voor 90% gaat over virus en ziekte en IC en maatregelen. Is het een top idee dit jaar een tweede kans te geven? Alleen, en ik spreek nu even persoonlijk, ik vind dat zelfs een wat mislukkend 2020, of moet ik zeggen 2021.0, een oudejaarsvoorstelling verdient. die ik al aan het maken ben, omdat ik dat nou eenmaal al ruim 30 jaar zo doe. en omdat ik zoals bekend gek ben op tradities. Ik weet eigenlijk niet wanneer bepaald gedrag als zodanig betiteld wordt. maar het lijkt erop dat de crisis waarin we ons bevinden. tot twee tradities leidt. en beide hebben te maken met de ruimte die je inneemt, de ruimte waarop je recht hebt of recht denkt te hebben. en de manier waarop je de soms beperkte ruimte deelt met anderen. Als ik mijn dagelijkse training afwerk om dus langzamerhand legendarische frisse neus te halen, of eigenlijk om de Oost-Afrikaanse lopers niet al 100 meter na de start van een wedstrijd uit het oog te verliezen dit najaar, merk ik dat heel veel mensen eh, met meer oog voor hun omgeving en voor andere mensen op pad zijn deze dagen. Bijna iedereen doet zijn best, de ander, dat is de wandelaar die wil passeren, de magere man met dat kopje dat ze kennen van de radio, de vrouw die haar best doet, maar een hond heeft die de laatste drie persconferenties van de regering heeft gemist, om iedereen de ruimte te geven. Het is een combinatie van social distancing, mede Menselijkheid en vaak een glimlach of een duimpje. De andere, wellicht minder nieuwe traditie, lijkt mij de ander in de gaten houden op allerlei manieren te becommentariëren. Ook dat gaat vooral over de afstand die we moeten houden... of het buiten zijn überhaupt. Ik ben zelf pas één keer woedend toegeroepen... door een dame die vond dat ik te dichtbij ging passeren... maar ik weet dat het best veel gebeurt... en niet altijd op een vriendelijke manier. Ik vind het nogal ingewikkeld. Het is fijn een ander in zijn waarde te laten... lekker zijn gang te laten gaan, et cetera. Aan de andere kant weten we allemaal dat ieders gedrag bepaalt... hoe we door deze periode heen komen... en dat het dus iedereen aangaat. De poging het virus te bestrijden... de poging zoveel mogelijk mensen op hoge leeftijd... met een zwakke gezondheid te laten overleven... en dat het dus gewenst kan zijn of nodig zelfs een ander toe te spreken. Ik denk dat het goed is je te realiseren dat als de ander ruimte inneemt, dat jou alleen maar raakt omdat jij dat ook doet. En dat een samenleving alleen maakbaar is omdat wij hem maken, met z'n allen of, of haar. Want samenleving zal best wel eens vrouwelijk kunnen zijn. Ik ben gek op de samenleving, dus ik denk het wel. Hou elkaar in de gaten, zou ik zeggen, vooral om te zien wat de ander nodig heeft. En als je iets vindt van het gedrag van de ander, kies dan je woorden en toon met enige zorgvuldigheid. Over dat soort dingen wil ik het graag hebben in het najaar in het theater. En dan volgend jaar, 2022.0, gewoon nog een keer.